Nou, ik zal me even voorstellen. Ik ben Bram de Jong. Ik ben voorzitter van het Vakcentrum. En het Vakcentrum is de belangenorganisatie van alle zelfstandige supermarktondernemers en ook van alle speciaalzaken in Nederland. Wij vertegenwoordigen een kleine 4000 winkels in Nederland. En eigenlijk al heel lang. En het is een jaar of 12 geleden dat we eigenlijk op het idee kwamen voor een keurmerk voor de ondernemer. Wat je overal ziet is dat de formule, of het nou Jumbo, Albert Heijn is, of Plus of Spar, die staan altijd in de belangstelling, maar eigenlijk nooit de ondernemers. En de formule die je voert is belangrijk, maar de ondernemer is eigenlijk nog wel belangrijker, vinden wij. Dus we hebben een keurmerk ontwikkeld wat iedere supermarktondernemer kan halen, ongeacht welke formule. Maar je moet wel aan 7 onderdelen moet je echt goed scoren. Ik heb jullie nou 2 minuten gesproken, maar ja, in 2 minuten, je voelt het gelijk. Het Brabantse gevoel, het gemoedelijkheid, hoe dat er met elkaar omgegaan wordt. Ik vind, dit ziet er keurig uit. De sfeer onderling lijkt me uitstekend te zijn. Dus mijn complimenten. En dan ga ik hem aan jou echt overhandigen. Dus gefeliciteerd. En nogmaals, wij zijn blij met jou. Hartstikke goed. Dank je. Ja? Leuk. Zo. Ja. Ik ben er trots op dat wij in ieder geval in de gemeente Land van Kuik ook zo'n supermarkt al hebben. Ik durf even niet te zeggen of we er meer hebben, maar volgens mij is dit de eerste. We hebben er al meer, Joop. Ja, we hebben als het goed is Jumbo Vierhaven en Bosmeer. Kijk. En Plus Verbeter in Vierlingsbeek. Die had ik ook, ja. Nou, hartstikke goed om dat rijtje te mogen thuishoren. Ik zal in ieder geval 1 dingetje toelichten. Dat is de bovenste. Lokale betrokkenheid. Ik weet niet anders. Ik bedoel, ik heb hier jarenlang, volgens mij 11 jaar of 12 jaar, de oliebollen staan bakken. Oh ja. maar dat kon alleen met medewerking van Joop en Joppe. Toen nog volgens mij nog amper aanwezig. Maar dat betoont al die enorme betrokkenheid om ook te zorgen dat de verenigingen en de buurt en alles echt ook, ook een graantje mee pikken, denk ik, van deze geweldige onderneming. Ik denk dat is al, alleen al, ik denk dat gaat al meer dan 8 opleveren. Dus dat denk ik dat in ieder geval al, als het goed begin, het halve werk is. En een ander puntje, onderscheidend assortiment. Ik vind het heel fijn dat ook Joop kijkt naar de lokale producten. De lokale producten die hier in Land van Kuik gemaakt worden, die hier dan ook weer te koop zijn. Dat alleen al maakt mij heel erg trots en fijn dat dit keurmerk nou hier is geland. Succes verder en hou het vol dus. Doe maar wijs. Dankjewel. Dankjewel, Maarten. Nou, welkom allemaal. Welkom Maarten Jielissen, wethouder Economische Zaken Land van Kuik. En Bram de Jong, voorzitter Stichting SSK Supermarkt Keurmerk. Nou, een warm welkom ook aan onze Jumbo-medewerkers. Want zonder hen, zonder onze trots, is er geen Jumbo Bosmans. En dat is natuurlijk al bijna 87 jaar zo. Dus als eerste een warm applaus voor ons team aan het werk. Die hier staan, die thuis zitten, op school zitten nu, maar voor iedereen. We zijn marktleider, trendsetter en zorgen voor continuïteit. We zorgen voor onze wijk, onze dorpen, waar onze klanten wonen, werken, sporten en recreëren. We zorgen goed voor onze medewerkers en natuurlijk zorgen we ook goed voor onszelf. Daarnaast is de samenwerking en regelmatig overleg met onze gemeente Land van Kuik van essentieel belang. Maarten, weten we van elkaar wat de plannen zijn, bijvoorbeeld bij aanpassingen in de infrastructuur of veranderingen in wet en regelgeving. En waar we elkaar kunnen versterken en zeker kunnen aanvullen of op zijn minst belangrijk is om elkaar te blijven informeren. Zelfstandig ondernemerschap, of beter gezegd ondernemerschap, vinden wij erg waardevol. Eigenaarschap voelen voor hetgene dat je doet geeft voldoening en het geeft erkenning. Dit geldt voor je werk, maar dit geldt ook voor je privé. Ik ben blij dat ook de 4e generatie, Joppe, al volledig actief is in ons familiebedrijf als supermarktmanager. Hij zal binnen een aantal jaren de supermarkt overnemen.
Hij zal het bedrijf leiden naar het 100-jarig bestaan, Bram. In 2037. Lokaal en duurzaam ondernemen is niet iets wat we geleerd hebben. Dat zit in ons DNA. We hoeven deze thema's alleen maar te verfijnen en aan te passen aan de tijd. Dank jullie wel. SSK Supermarkt is kiezen voor verantwoord boodschappen doen. In meerdere opzichten. Zij kennen hun klanten en zij vinden het de normaalste zaak ter wereld iets extra's te doen voor de wijk of buurt. Bijvoorbeeld het sponsoren van de sportclub, het zorgen voor een veilige winkelomgeving, faciliteiten voor minder valide en het aanbieden van werkplekken voor arbeidsgehandicapten. Het beleid ademt maatschappelijke betrokkenheid. Het SSK-keurmerk maakt dit onderscheidend ondernemerschap zichtbaar. SSK Supermarkten onderscheiden zich op 7 thema's, namelijk lokale betrokkenheid, stimulerend personeelsbeleid, onderscheidend assortiment, duurzame energie, slimme logistiek, veilige omgeving en bewuste afvalreductie. Al meer dan 10 jaar laten zelfstandige supermarktondernemers met het SSK-keurmerk zien dat zij een duidelijke meerwaarde hebben voor klanten, medewerkers en de omgeving waarin zij opereren.